Zo, hallo beste kijkers van VTVS. Ja, dit is het eerste wat ik mag presenteren voor VTVS. Ik vind het superleuk. En we zijn hier bij het voormalig Esse Pumpke. Het heet nu voor het Ons Café, zoals jullie de vorige keer in een van onze uitzendingen hebben gezien. We hebben toen een gesprek gehad met Micha van der Zanden, een paar weken geleden. Toen had hij net de sleutel en was net de overdracht geweest. We zijn nu een paar weken verder en menigeen in Esse heeft hier al een aantal weken gewoon een hoop busjes voor de deur zien staan. En wij zijn benieuwd wat er allemaal is gebeurd. En daar is Michel. We gaan eens even kijken. Goedenavond samen. Hey, Michel, daar zijn we weer. Hoe is het? Goed. Ja? En met jou? Ja, ook goed. Druk. Midden in de verbouwing, hè? Ja, dat klopt. Ik zei net tegen de kijkers van VTVS, want ja. zo heten we voortaan, hè? Zo komen we bij jou filmen. Dat we bij jou gaan kijken, want een paar weken geleden zijn we bij jou geweest voor, toen had je een sleutel gekregen. Ja. En wat beloofd aan de kijkers dat we jou zouden volgen. Ja. En menigeen S volgt jou, ja. Want het is heel erg druk hier op het terrein de laatste weken. Met kijkers en met werkers. Nou, dus, dat is heel belangrijk. Dat is alleen maar leuk. En we zijn benieuwd hoe het allemaal gaat. Ja, het gaat eigenlijk vrij goed. We zijn nu iets meer dan 2 weken bezig en we hebben nu nog 2 weken. Ja, dus, tot de officiële opening. Tot de officiële opening, dus mm-hmm. 25 februari. Ja. En ik vond het eigenlijk wel leuk om jullie even rond te leiden binnen. Nou. Om te laten zien hoe het ermee staat. We gaan heel graag mee met jou. Nou, goed zo. Goed zo. Zo. Nou. Welkom in de bouwput. Ja, dat is al een hele verandering. Ja, ik kan het wel zeggen. Goh, wat een verschil al. Nou staat het al heel op zijn kop, hè? Er is hier al heel veel gebeurd, ja. Vertel eens. Nou ja, waar zijn we mee begonnen? Om even bij het begin te beginnen, zijn we begonnen om alle stroom na te gaan kijken. Mm-hmm. Alles volgens de NEN-normen wordt alles weer aangelegd. Okay. Dat betekent dus dat alle plafonds eruit moesten. Dat is heel werk geweest. In de zaal zit het er gelukkig weer in. We hebben allemaal schoongemaakt, nieuwe verlichting erin. En hier moeten ze dus nog wel alles maken. Okay. En dan verwachten ze eind volgende week klaar te zijn. En dan hebben we nog een weekje om te schilderen en te doen. Dus het wordt allemaal krap en spannend, maar we gaan ervoor dat de 25 februari gewoon een lekker glaasje bier kan drinken met z'n allen hier. Dus, nou, helemaal goed. Ja. En daar zie ik dat van alles af is. Daar komt van alles tegenaan, denk wordt ik. Een betimmerde koof komt daar weer. Er komen wel gezellige lampjes aan. Mm-hmm. Ja, de indeling dat komt allemaal pas op het laatst natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, we zijn even afhankelijk van de stroom op dit moment. Ja. Nou ja, dus na volgende week kunnen we daar weer mee aan de gang en dan moet er een heel eindje goed komen. Helemaal goed. Ja. Ja? Naar de wc's. Is goed. Kijk, hier zijn al wel veranderingen zichtbaar. Ja, want dat was iets wat echt was, hoog nodig was. Dat was hè? Echt heel erg hoog nodig. Dus, medegeen SCW weet dat volgens mij wel, dat die toilettengroep die moet echt zaak doen. Die waren gewoon denk ik al 30 jaar oud. Ja. Of ja. misschien wel langer. Ja. Ja, dat klopt. Nou, en dat is nou ook al heel netjes hoor. We hebben nou een frisse tegel op aangebracht en een beetje een grijze vloertegel. Ja. Nou, er komen wat moderne wc's in. Ja. Nou, dus dat kan wel makkelijker bij te houden. Ja. En ook gewoon, gewoon lekker op je gemak even naar de wc kan. Ja. Niet te lang natuurlijk, want ik heb ze liever binnen hier. Maar dat snap ik. Natuurlijk, maar het is wel makkelijk als het er is en net netjes is. Hè? Ja, dat natuurlijk. Dat vind ik ook. Nou, dan gaan we hier naar de zaal, denk ik. Ja. Er is ook al heel veel gebeurd. Ja, hier is al wel... Zo, nou. Dan zijn we in de zaal. Ja. Ik zal de verlichting in ieder geval eventjes een beetje sterker maken. We hebben hier ook een heel nieuwe elektrische installatie aangelegd. Ja. Ook nieuwe verlichting. En plafond, heb je iets mee gedaan? Het plafond is helemaal schoongemaakt. Zo te zien. Ja. Door half S volgens mij. Ik zal even een beetje meer licht maken. Ja, het is natuurlijk ook weer even nog veel werk, maar mm-hmm. hier is het alleen schilderwerk nog. Mm-hmm. En dat gaat allemaal vrij snel. Ja. Dus ik wacht hier half volgende week dat de zaal wel een heel eindje klaar is. Ja. Ja. En hier, dit is bedoeld hier feesten? Ja, hier gaan we feesten en partijen mogelijkheid in ieder geval geven. Mm-hmm. Er komt ook een soort wand in voor kleine partijen. Ah, oké. Okay. Dus tegenwoordig heb je toch groepen van 40 tot 60 personen. Ja, nou, dan heb je in principe een echt een leuk zaaltje voor ideale mogelijkheid om een leuk feest te geven. De bar, deze bar hier, die krijgen we voor de carnaval niet klaar zoals ik hem wil hebben. Ja. Maar ja, dat komt na carnaval. Ja. En je kan niet alles voor de carnaval. Nee, je kan niet alles voor de carnaval. Ja, dat klopt. Hey, en daar staat de disco, dat blijft zo? Of waar ga je daar staat de voormalige disco, die kent ook volgens mij iedereen. Vroeger hadden de discjockeys zoveel ruimte nodig. Ja. En tegenwoordig kunnen ze met een vierkante meter, laptop, bij wijze van. Genoeg, ja. Dus daar gaan we ook verandering in brengen. En die ruimte gaan we ook benutten voor de zaal. Ja, helemaal goed. Nou, leuk is al een feestje te geven. En zeker in S, er is niet heel veel waar je in S, buiten de S dan. Ja.
dat klopt. En op zich denk ik dat er wel behoefte aan is, ja. Ja, dat hoop ik wel in ieder geval. Ik heb al positieve reacties gehad aan mensen die een feestje geboekt hebben. Ja. Of in ieder geval al geïnformeerd hebben. Dus de start is er. Nou, maar goed, ook hier worden toiletten helemaal aangepast. Ja, heb ik begrepen, die worden ook aangepast. We kunnen even gaan kijken als je wil. Is goed. Hier... dames toiletgedeelte. Okay. Oh, dat is al, allemaal met LED-verlichting. Dat is ook allemaal weer energiezuinig. Ja, dan moet ik ook weer op de kleintjes letten als ondernemer. Ja, dat klopt. Ja, dan komen ook weer net de toiletten in. Ja, dat allemaal netjes is. Dat iedereen weer fris naar de wc kan. Nou, helemaal goed, ja. Ja, en bij de heren ook. En, ja, en voor de rest... daar wordt eigenlijk het meeste schilderwerk. Het wordt allemaal wat lichter. Ja, ik zie daar al die zwarte platen tegen de muur aan staan. Ja, dat wordt, ik zal hier even eentje laten zien. Dit wordt de kleur van het plafond in het café. Ah, oké. Okay. Dus er wordt een mat zwarte uitstraling. Nou, super. Mooi. Ja, het café, dat wordt wel qua kleuren een heel andere kleur als dat het was. Ah, oké. Okay. Dus dat is best spannend, want op papier ziet het er heel mooi uit. Maar dat moet natuurlijk in de praktijk niet eventjes zo zijn. En dat wil je wel allemaal voor de carnaval? Dat wordt voor de carnaval allemaal klaar, ja. Oké. Okay. Dus, maar en dit wordt zover klaargemaakt voor de carnaval dat er gewoon... gefeest gaan worden? Nou, in principe wordt het zover klaargemaakt dat het de kleuren worden zoals het moet zijn. Mm-hmm. Alleen het bargedeelte daar, dat is dan wat je dan aan de hand doet. Komt pas na de carnaval. Ja. Nou, helemaal goed. Ja. Dan weten de mensen niet meer wat ze naartoe moeten, de carnaval. Nou, Michelle, het ziet er allemaal mooi uit. Ze zijn druk bezig. Ja, maar, het ziet er nog niet mooi uit, maar dat moet het wel worden. Maar het komt helemaal goed. Dat weet ik zeker. Hey, maar je had ook nog een nieuwtje voor ons, want daarom zijn we ook hier volgens mij. Ik had nog een. Ik wou jullie de primeur gunnen op, voor de lokale omroep. Ja. Dat jullie het logo mogen onthullen in het dorp. Nou, dus, dat vinden we super. En dit wordt het logo. Dit wordt het logo. Ons café, cafézaal. Ja. Nou, we staan meteen verwerkt dat de opening dus 25 februari is. Ik weet niet, ik zal hem eventjes draaien naar de camera. En jij een eigen ontwerp, zelf verzonnen? Of nee, heb ik Marielle van Wijk. Die heeft hem ontworpen voor mij. En die heeft heel erg de best gedaan. Geweest. En die heeft naar mij geluisterd van, nou, wat is de bedoeling? Ja, en ze heeft er gewoon precies wat ik wou. Dus, nou, het ziet er mooi uit. Ja. Herkenbaar, mooi. We zullen het zo meteen even in beeld laten zien. Ja. Hey, en heb ik ook nog begrepen, Michel, dat je toch wel iets met eten wil gaan doen? Ja, we gaan in de zomer, na de carnaval, gaan we een terras beginnen. Oké. Okay. En dan wil ik daar een kleine kaart bij gaan doen. Ja. Dus gewoon dat mensen hier een bakje koffie kunnen drinken met iets erbij. Ja. Of misschien wel uitgebreider eten. Ja. Ja, dan moeten we in de toekomst gewoon gaan kijken hoe dat gaat lopen. Ja. Ja. Nou, een eventueel toekomstplan of jou verder hier allemaal, we houden jou gewoon in de gaten. Ja, dat is goed. En we komen gewoon over een paar weken weer. Natuurlijk. En want bij de officiële opening zullen we natuurlijk aanwezig zijn, dat weet ik ook zeker. En ik denk dat we nog even rondfilmen met de camera voor VTVS. En dan komen we heel graag bij jou weer terug. Ik vind het prima. Is er wel iets tegen de kijkers zeggen? Ik wil alleen zeggen dat 25 februari de opening is. Er wordt nog een flyer rondgebracht in S. Tevens staat daar het carnavalsprogramma op. Ook nog. Dus mocht je 25 februari niet kunnen, ben je met carnaval van harte welkom. Helemaal goed. Okay. Hou je in de gaten. Heel veel succes met al die bouwvakkers hier. Ja, dat komt goed. Komt strak goed, houden. Hè? Oh, strak goed organiseren, houden. Dan komt het allemaal goed. Heel veel succes jij. En kijk eens van VTV1 in S. Ik zie jullie graag weer de volgende keer. Dankjewel voor het kijken hier vanuit S. Dankjewel.